Je voelt het, maar je spreekt het niet uit. Het is een onderbuikgevoel, of gevoel misschien wel bij je hart, dat je denkt van hey, ik speel nog niet mijn aller grootste spel. Er is nog meer voor mij in petto. Dat was een gevoel wat Stijn en ik vorig jaar hadden, waarbij we zeiden van ja, prima wat we nu hebben, maar prima is niet goed genoeg. Er is meer. Dus het gevoel dat we niet ons volledige potentieel bereikt. Ons gevoel dat we niet de grootste mogelijke impact konden maken op onze klanten. De grootst mogelijke transformaties. Het gevoel dat 100k, wat we toen op dat moment maakten, niet groot genoeg was. En nu hebben we zoiets van, we willen die doorbraak maken. We willen die angst doorbreken. De angst van het grotere spel spelen. De angst van het doorbreken van een onderbuikgevoel. En ook wel het doorbreken van het solo ondernemerschap naar het next leaderschap. Dat we zoiets hebben van, ja, we gaan volledig voor onze drive. We gaan volledig voor onze passie. We gaan ons volledig neerzetten. En we gaan daar honderden mensen mee helpen om ook tot transformatie te komen. Prima is niet meer goed genoeg. En ik zeg dit als een reminder ook voor mezelf. Dat we moeten strijden voor ons grootste zelf. Om alles uit ons leven te halen. En uit het leven van anderen. Dus fuck prima. Ga voor je grootste potentieel. Dat is de strijd die wij aan het aangaan zijn. Dat is onze evolutie die we aan het maken zijn. En hij is soms fucking eng, want hij is ook zwaar. Maar het kan niet anders. Dit is wat we gaan doen. En ik hoop dat jij ook zoiets van binnen voelt en zoiets hebt gezegd. Ik join deze evolutie. Ik ga dit ook doen. Ik ga dit ook maken.